Goedemiddag Willemijn. Het jaar is nog maar net begonnen. We zijn 2,5 dag onderweg en het ziet er nu al naar uit dat het weer een jaar wordt vol met hakkelende mannen die iets doms hebben gedaan. Dus misschien moeten we dit jaar even beginnen met een goede tip voor alle Camiels en rappers Boef die dit jaar nog gaan komen. Of rapper Boefs, ik weet niet wat het meervoud is van rapper Boef. Ik vind het sowieso een ingewikkelde constructie om je beroep in je naam te verwerken. De enige andere twee voorbeelden die ik ken zijn Zangerinus en Bakker Bart. En ik weet niet of dat een rijtje is waar je als rapper in terecht wil komen. Maar goed, een tip dus. Want we hadden vorig jaar dankzij hashtag MeToo een heleboel mannen die wat uit te leggen hadden. En daar zag je steeds hetzelfde probleem als dat waar Camiel en Boef tegenaan zijn gelopen. De gouden vuistregel die blijkbaar aan heel veel mensen voorbij is gegaan. Na sorry komt niks meer. Dat was de tip. Meer is het niet. En ik hoor je denken, is dat alles? Ja, dat is alles. Sorry, punt en dan niks. Het gaat namelijk altijd mis bij wat daarna komt. Neem Camiel Eurlings, die zei in een interview sorry. En tot dat punt was het een geweldig interview. Niks meer aan doen. Op dat moment moet je als Camiel de interviewer een hand geven, bedanken voor het gesprek, je oranje sjaaltje omdoen en alvast op het vliegtuig stappen naar Pyeongchang, zodat als je nog iets doms zegt en al van niemand het verstaat. Maar Camiel praatte verder en zei na dat prachtige sorry voor mijn aandeel in het wederzijdse handgemeen. Dan is het dus geen sorry meer. Nu ben je ineens je vriendin aan het beschuldigen van mishandeling. Want die had blijkbaar ook een aandeel. Of, dat kan ook, het is een bekentenis, dat het een groepsmishandeling was. Dat je met het complete IOC-bestuur je vriendin in elkaar hebt geslagen en natuurlijk alleen excuses kan maken voor jouw aandeel daarin. Je hebt wrijf in een vlek en je hebt een fles rode wijn over een vlek heen gieten in de hoop dat niemand nog ziet wat eronder zat. Er is gewoon helemaal niks dat je na sorry nog kan zeggen. En geloof me, ik heb het ook geprobeerd tijdens een ruzie met mijn vriendin ineens heel gedwee en verstandig zeggen, oké, je hebt gelijk, sorry, maar wat je daarna ook zegt, je hebt al verloren, je bent kansloos. Het wordt er gewoon nooit beter van. Rapper Boef, niet te verwarren met elektromonteur Boef dus, zei sorry voor het feit dat hij drie vrouwen kech noemde. Dat schijnt hoer te betekenen. En toen had hij zijn mond kunnen houden. Maar hij wilde toch nog even uitleggen dat rappers dat woord nou eenmaal heel vaak gebruiken. Ze noemen heel veel vrouwen kech. Oké, prima, dan is het goed joh. Als je het maar de hele tijd doet, dat Camiel daar niet op gekomen is. Oh nee, maar ik sla heel veel vrouwen de hele tijd. Voor mij betekent dat niks. Het ergste is, ik geloof hem ook. Ik denk dat voor rapper Boef, dus niet communicatieadviseur Boef, het woord kech inderdaad niks betekent. Probleem is alleen, het gaat natuurlijk niet om hem. Het gaat om de vrouwen tegen wie hij het zegt. Zeker als het ook nog Marokkaanse meisjes zouden zijn van wie we een paar weken geleden nog hoorden dat ze in Telegram-groepen al voor slet worden uitgemaakt als ze lippenstift dragen. Na sorry moet je gewoon even je mond houden. Maar er zijn heel veel mannen die dat niet voor elkaar krijgen. Die kunnen de verleiding niet weerstaan om toch nog even door te blijven kletsen. Zoals Louis C.K., de comedian die toegaf dat hij had gemasturbeerd voor twee vrouwelijke collega's, maar met een uitgebreide verklaring kwam over zichzelf en zijn leven, waarin het woord dik vaker voorkwam dan sorry, alsof niemand hem had uitgelegd dat een excuusbrief over masturbatie een heel slecht moment is om over je lul te willen praten. Na sorry kan niks meer. Geen maar, geen behalve, geen want, geen en, ook al lijkt dat soms een goed idee, hè. Sorry en ik beloof het nooit meer te doen. Haal gewoon eerst een jaar je broek aan en je handen thuis en dan kun je daarna weer een belofte doen en dan geloof het misschien ook. Zelfs uitleggen waarom je sorry zegt is al levensgevaarlijk, want voor je het weet zeg je sorry voor het verkeerde. Dan maak je excuses voor de communicatie, of het spijt je dat er ophef is ontstaan, of je betreurt het ontstane beeld, vind ik zelf altijd de mooiste. Sorry dat ik mijn vriendin heb gemapt, omdat daardoor het beeld is ontstaan dat ik mijn vriendin map. En ik ben niet iemand die zijn vriendin mapt, behalve als ik mijn vriendin map, maar dat doe ik dus nooit. Of ja, één keertje dan. Na sorry komt niks meer. Punt. En ik doe het één keer voor. Ik ga nu op vakantie. Ik ben hier 3 weken niet te horen. Sorry. Pieter de